FC Groningen speelt morgen een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Na de overwinning op Heerenveen staat FC Groningen op de 10e plaats en lijken de play-offs binnen handbereik. Heracles Almelo staat 11e en 2 punten achter de FC. Trainer Robert Maaskant verwacht het sterke spel van de laatste weken door te trekken. We hebben nu 2 keer achter elkaar gewonnen. En de weken daarvoor vond ik ook al dat we vrij aardig speelden. Nu gaan we ook nog goals maken erbij. Af en toe wel een klein beetje gehoppen links en rechts. Maar dat vertrouwen is er. En dit zijn mooie wedstrijden. We kunnen hele goede zaken doen morgen. Maar het is ook geen makkelijke wedstrijd uit bij Heracles. Nou, die hebben na de winterstop natuurlijk wat mindere fasen gekend. Ze hebben 2 punten. Eén punt is natuurlijk dat ze heel veel goals maken. Aan de andere kant, ze krijgen ook heel veel goals tegen. En daar moeten wij van profiteren. Nogmaals, het is niet even zomaar gedaan, want Heracles heeft gewoon een goede ploeg. Maar we hebben wel het vertrouwen om toe te kunnen slaan. En dat is mooi met wedstrijden voor de boeg die tegen andere concurrenten nog. Johan Kappelhoff is geblesseerd. Virgil van Dijk is door de gele kaart tegen Heerenveen geschorst. Zijn vervanger is Timo Lesje, die daarmee zijn debuut in de basiself maakt. Gennaro Zeefuik is weer fit, maar zal plaatsnemen op de bank. Trainer Maaskant geeft de voorkeur aan Texera in de aanval. Omdat we de afgelopen wedstrijden gewonnen hebben. En dan ga ik niet zoveel, never change a winning team. Hè. Dan ga ik niet zoveel veranderen in een elftal. Dus ik laat dat gewoon staan. Nou ja, ik denk dat iedereen weet dat het een belangrijke wedstrijd voor ons is. Als we winnen, dan staan we gewoon goed voor. We staan er weer dichtbij bij die play-offs. Maar we moeten wel die lijn doortrekken. Een verlies zou kunnen betekenen dat we eigenlijk wel een beetje dat de afstand te groot gaat worden. In de voorbereiding op de wedstrijd tegen Heracles Almelo heeft de FC de gehele week op kunstgras getraind. Ik denk dat het goed is dat we voor kunstgras trainen. Dus dat we even het gevoel krijgen dat iedereen een beetje gevoel krijgt voor het kunstgras. Ik blijf het niet fijn vinden, kunstgras. Want ook voor je spieren en gewrichten is het toch een andere belasting. Maar het is goed dat we wel even het kunstgras aanvoelen. We spelen tegen een directe concurrent voor positie 8. En kan je die winnen, doe je hele goede zaken. Sta je er helemaal bij en krijgen we nog ADO Den Haag, we krijgen nog VVV en nog 2 topwedstrijden. Dan kan het nog alle kanten op. En dan denk ik dat we een prima seizoen gedraaid hebben uiteindelijk. FC Groningen speelt morgen om 17:15 de uitwedstrijd tegen Heracles in Almelo.